Hij studeerde aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit. Begon zijn carrière bij de Ford Foundation in Bangladesh. Als minister worden onder andere verantwoordelijk voor de invoering van de OV-studentenkaart en de prestatiebeurs. Vorig jaar nam hij afscheid van de Universiteit Maastricht als voorzitter van het college van bestuur. De gast van vandaag is... Jo Ritsen wordt op 3 oktober 1944 geboren in Heerlen. Is getrouwd en vader van 4 kinderen. De voormalig minister in de kabinetten Lubbers en Kok en voorzitter van het college van bestuur van Universiteit Maastricht kent geneten van in de tuin werken en druimen van de volgende bleu. Hij heeft een zwak voor het heuvelland en kent niet zonder potlood en schriefbeukske. Sambalboontjes met tofu en mie behoort tot zijn favoriete gerechten. En als voor Jo Ritsen echt zouden kennen, zou verwijten dat... De ontzettend geer vegetariër zou willen zien, maar dat toch zoveel van vlees hult. Van harte welkom, Jo Ritsen. En fijn dat je er vandaag zit. Ja, plezierig om hier te zijn. Geer en een vegetariër, hoe komt dat vandaan? Oh, dat komt erg van nog mijn betrokkenheid bij de toekomst. Ja. Vermotten angers gaan leven. Voor ons kinger en voor ons klinkinger. De grondstoffen raken op. Ja. Gebroeken veel te veel van voedsel wat er is. Voor andere dingen. Hè, voor kui. Maar ook in brandstof. Dat leidt op den duur toch tot tekorten. Ook wereldwijd. En we moeten er beter mee omgaan. Voor onszelf. Maar vooral voor ons kinger en ons klinkinger. En toch krijg je het niet van elkaar om te zeggen. Of ja. Doet je het een beetje zo half-half? Of... Elke dag een beetje. Maar dus allemaal met dat gevoel van, ik vind vlees zo lekker. Ja. Dus dat is ik een keer met het dilemma bij, was ik Geer Wils, maar aan de andere kant, dat is ook lekker. Ja, dus ja. Dat is ook wel een beetje, denk ik, mijn karakter, dat ik wel geer dingen wil, maar dat het me allemaal veel moeite kost, ook discipline kost. Ja, om dat dingen geen zet. Ja, ik ben echt een persoon die wel zich moeite moet doen om geet dus dat ik veel doe, dat ik bij veel dingen betrokken ben. Ja. Ik geloof dat ik dat anders ook zo heb kunnen zagen als het woord, wat me typeert, dat is, ik moet me er allemaal wel voor disciplineren. Ik moet me allemaal ervoor smogen zeggen van, jong, pak dich op. Was het gewoon gedaan? Kost dat veel moeite? Nou, het kost me iedere keer wel moeite, ja. Dus ik sta nu toch wel bij sporten. Van, op zich heb ik geen zin op te sporten. Want ja. Dan moest ik weer uit de nood rennen. Dan moest ik wat alles doen. Ja. Maar ik weet dus dat gevoel na afloop. En dan, ja. Dat is dan de kick voor het te willen. Maar een sporter, die zei op een gegeven moment... Ja, ik heb nu zoveel jaren mij zo moeten focussen op datgene om dat te bereiken. Die stopt ermee. Ja. Je had inmiddels ook misschien al lang kunnen zeggen van, ik ga het rustiger doen. Ja, dat vind je ook jullie verbazingwekkend, dat ik dat niet doe. Maar dat is toch wel, ik geloof op de eerste plaats, ik heb het allemaal veel meer in balans kunnen doen dan de topsporter, die zich alle stoffen moet op zee moet zetten. Ik heb niets zo geleefd dat ik mezelf over de grens heb geduwd. Ik heb nooit een burn-out gehad, bijvoorbeeld. Wat veel lui die zo actief zijn, wie ik zelf ben geweest, toch wel snel ook hebben gehad. Mm-hmm. Dus de balans wordt meer door. En het tweede is, ik denk een combinatie van ik kan niet laten, maar ook, ik vind het nog zo spannend. Ik bemoei me toch nog wel geer met dingen. En dan zanig maar, het is Sint de Kinger, de Klinkinger. Maar het is ook wel het net kunnen laten om zich ermee te bemoeien. Maar het is natuurlijk toch ook wel, ja, zorg. Maar ja, ook wel een beetje misschien de katholieke opvoeding van het gevoel van plicht. Moest toch wel bijdragen. Moest wel alles wat ze in die hubs ook voor beschikbaar stellen. Moest het gebroken. Maar op een moment, dan hoeft dat niet meer. Dan heeft iemand zijn carrière erop zitten. Dan heeft er gewerkt. En dan gaat er genieten van zichzelf en zijn gezin. Ja, ja. Ja. Maar even duidelijkheid, voor mensen die het niet weten, tegenwoordig, wat doet je nog allemaal? Ik ben bezig met de Europese verkiezing van 2014. Dat liep niet voet. En ik ben net bezig met gekozen werden, maar ik ben bezig met ideeën van wie de wereld eruit zou moeten zien. En wat voor soort programma's partijen zouden moeten hebben om toch wat verbetering te brengen.
dat leidt tot allerhande activiteiten. Ik ben bezig ook met een stichting die zich bezighoudt met het verbeteren van de kwaliteit van de universiteit en ook het universitaire beleid. Ja. Ik ben adviseur in Saudi-Arabië, ik ben in Rusland adviseur, ook in Duitsland bij een aantal instellingen. Ik ben in de dagen werk in Bonn. Dus nog ontzettend veel om op te nemen. Want als ik even tel, hoeveel uren per week zit je nog aan het werk? Nou, ik ben toch wel zo'n 60 tot 80 uren in de week bezig. Zo. Maar in balans. Dus, maar wie zit die balans dan? Want dan denk ik 80 uur, dat is misschien wel een egoïstische balans. Die helemaal naar rug toe geit. En misschien iets minder nog gezin, kinger, kleinkinger. Ja, nou ja, dat... ik noem het balans. Mijn vrouw en ik zijn het niet gans erover eens of, dat wel, of we die balans wel delen. Ja. Ja, en dat is misschien inderdaad wel egoïstisch, dat ze dat er een beetje naar zichzelf trekt. Ik sta zelf dat het een soort overgangsperiode is, waarbij ik dus eerst een baan hou die gewoon ontzettend dicht metneemt. Ja. En die ook ontzettend veel plezier giert. Hè? Dus zo'n universiteit wordt dan voor. Ja, dat de zus wie zich dat gewoon ontwikkelt en dat ze door BIMAR zijn, dat giet gewoon ontzettend veel plezier. Nu heb ik dat, zeker zijn minder direct, maar wel indirect, dat ik weet dus dat al die activiteiten, dat is een beetje datzelfde met sporten, ik ben nu eigenlijk met investeren bezig. Ja. En dan zei ik ook tegen mijn vrouw van ja, ik moet dat nu zo organiseren. En die tweede stap, dat kunt hierna. Dan is dat al een beetje georganiseerd. Dus ik heb zo'n 3-4 jaar nodig om weer de nieuwe baan zo'n beetje in te... Of nieuw. Maar er zit nog niks aan de horizon van Uverug, van dat je zegt van nou, als ik daar tegen de 70, dan is het echt voorbij. Dan... Heb ik niet dat gevoel. Nee, ik wil Geert toch blijven bijdragen, noem ik dat dan. Maar dat is, wie er ook staat, dat is ook in zekere zin egoïstisch. In de zin van, ja... Het zit in DNA, het zit erin. Het zit erin. Wat deed een Joritse boete die 80 uur? Als er een keer toes is en niet met dat werk bezig is? Ja, dus een van de dingen is, ik kijk dus nauwelijks tv. Het enige wat ik kijk is dus... een eredivisie sport. Dus dat vind ik wel voetbal? Dat mot. Maar zelfs dat is net eens een werk aan de orde. Voetbal. Ja. Voetbal, dat is wel... Ja, ik vind dat wel. Een bijzondere club? Roda is toch wel mijn favoriete Rode club. Ja. Ja, dat is toch wel nog een jeugdherinnering in veel opzichten. Vroeger ging ik met de pap naar Rapid. Ja. Naar Stongenverdoor, dus op de tribune. En ja, daar zie je nog zo'n advocaat, zie je nog voetballen. En toen vonden we dat toch echt een ongepolijste voetballer. Dat worden echt ook een noordeling. Hè. Dat worden dus ook wat brute lui. Hè. Dus, en toen denk ik van, wie ze dat dan zus, dat zo'n minch zich ontwikkelt. Ja. En misschien dat ze dat toen ook niet groot hebben gezien. Hè. Dat paste toen een beetje ook bij de nieuwe ontwikkeling in het voetbal. Maar als jong Menke ging er dus met een pap mee. Zondagmiddag. Ja. Ja, fantastisch wordt dat. Ja, dat en dat giet nog allemaal een verbinding ook met Roda. Je komt er nog wel eens regelmatig? Nee, niet regelmatig. Nee in de 2 jaar. Dat is te weinig. Ja. Dus wat ik daarna nog doen is, inderdaad, ik probeer toch wel een keer donderdag geoffend te tennissen. Ik probeer ook regelmatig in Belken te slaan met golf. Maar alle nu zonder pretenties en ook alle nu net zo regelmatig. En ik fiets veel. Ik fiets wanneer ik enigszins kan. Dan ga ik op de fiets. Ik kom de fiets naar mijn streek. Wordt dus ook nog een aanstelling op bij de universiteit. Ja. Dus maar dan is het fietsen in dienst van het werk al hoos weer. Als ja, dan ja. Een ja, maar goed, ja. Dat is maar ik kan nog met de auto gewoon en zo willen. Ja, ja. Dus ja, dus zo dat soort dingen. En dus ik fiets dus ganscheer ook door Limburg. We zijn pas geleden nog met Sint-Verdurg de Eifel gefietst. Met mijn broer en zijn vrouw. Ja. Wat een avontuur was. Want de Eifel begint zich nu. Duitsland begint nu gaat zich te realiseren van de fiets. Dat is toch wel een goed idee. Hè? Men had dus in Duitsland nu een plan om 20% van alle verkeer in het jaar, geloof ik, 2015, 2020 met de fiets te hebben. In de steden.
Maar men is nog vergeten om dat er ook fietspaden voor nu dat zitten. Dat werd al wel bio, inderdaad. Want die hadden ze daar dus echt niet. In de Eifel, dan zitten ze dus echt gewoon op de autoweg en midden in het verkeer. Ja, en dat had ook wel iets spannends. En dat geeft dan bergop, bergaf. Maar dat kent nogal nu wel met een elektrische fiets. Ja. Dus dat duurt er wel bij. Je zegt net van televisie, ja, behalve het voetbal, kijk ik zelden. Maar dan denk ik in de minst wie eucht, hij wil zich toch op de hoogte houden van alles wat er in de wereld gebeurt. En wat is dan nog idealer als het medium televisie? Ja, maar op televisie werd het wel of gans beknopt weergegeven op het journaal. Hè? Ja. Of wel gans uitgebreid. Hè? En dan kan men dat toch veel makkelijker via de krant krijgen. Of via stukken of via beuker. Hè? Dus in zover ik volg wel goed wat er gebeurt, maar dan meest via de krant. Je hebt een waanzinnige carrière achter de rug. Zit hij dan een zondagskind of zit hij immers tegen gewoon keihard gewerkt? De combinatie, geloof ik. Ik heb het wel om er mid gehad. Ik heb er keihard voor gewerkt. Ja. Maar op een natuurlijke manier. Hè. Ik bedoel, wel met dat punt van, ik moet mijn dek zoveel dingen aanzetten. Het is niet zo dat ik gewoon smorgens opsta en denk van, dat gaat dan niet vanzelf. Ja. Ik heb van die vrunk gehad vroeger. En ik dacht van, jongen, dan hou ik dat nog maar. Ja. Maar ik heb ook als student al, ik moest smorgens echt gewoon, dat is toezetten om eens even eraan te gaan. Terwijl ik wel dus, ook als student, heel werkte. Ook heel met studentenleven met ik. Maar dus ook immer alles met gehad. Ongelooflijk wie mijn generatie, hè, vier worden dus de eerste. Ik ben hier bij de eerste geboortegolvers. Ja. Dan plotseling had Nederland dus zo'n 10% meer kinderen. Voor weer alles veilig ligt. Want de vuur wordt er weinig lui. Mm-hmm. Beschikbaar. Ook vanuit de oorlog. En ik studeer af. Ik kreeg 4 aanbiedingen. En ik zei tegen al die aanbiedingen, jongens, hoorde toch maar Shell, Unilever, al hun die schoen bedrijven. Al hun de universiteiten zei, blijf nu hey, blijf promoveren. En ik zei, nee jongens, ik gewoon ontwikkelingswerk doen. Je trok naar Bangladesh. Ik gewoon naar Bangladesh. En zo heb ze allemaal dus die keuze gehad. En Bangladesh, daar werd ik op het schild geheven door een universiteit in de Verenigde Staten. Dus ik denk van, ik wist niet eens dat die door veel betrokkenheid behouden. En die zagen van, kom naar ons toe, door 5 jaar geweer. En ook op het schild geheven van, toen was een briljante jonge mens. Ik denk van, nou ja, dat kent me zeker niet goed. Ja. Of ik denk dat van dat accent, ik heb zo'n accent wie Kissinger. Hè? Dus dat dachten ze misschien nog. En dan kom ik dus terug naar Nederland. Mijn vrouw wil hier terug naar Nederland. We komen terug in Nederland. En ook toch heet alles gewoon op rolletjes. En ik bemoeide me toen ook al met dingen. Mm-hmm. En dan zei toen al, toen zei ze allemaal de foute dingen, maar ik heb de Geer als adviseur. Om een beetje op met zich te sparren. Ja, dat zocht dus echt immers woord, ook zelf scherper van woord. En ik word dus wel, ben allemaal dus erg georiënteerd geweer op een wereld toch waarin ik reed gewoon groot kind hebben. Ja. En dat wordt natuurlijk wel een verbinding, maar ik word ook tegelijkertijd erg bezig met een organisatie van onze omgeving, waarin het telt dat ze zich meuten deze. Ja. Want dat is toch de manier waarop ze dat ook beloont. En dat wordt met een uil toch wel wat strak. Want dat wordt toch veel meer het rechtse geluid. Hè, van, maar de uil wil dat ook wel geren. En toen werd ik dus ook hoogleraar. En dan kreeg ik het banenplan in de shoot geworpen. De uil vroeg me in 1981 om de coördinator te worden voor het banenplan. Toen komen er trouwens, vergeleken met Noen, er komen 1 miljoen werklozen aan. Ja. En daar erg mee bezig geweest. En ook toen met eigenlijk het vernieuwen van de samenleving. Want mensen werkloos iets hebben, dan kunnen ze zagen van, ja, we moeten meer investeren. Maar ja, dan hebben ze dan deks. De bedrijven zijn niet aan het investeren. Ja. Als overheid hebben ze ook maar beperkte mogelijkheden ervoor, want het geld moet wel ergens vandaan komen. En dan moest het toe aan de arbeidsmarkt. En dat hebben we nu ook weer. Moest het toe aan de arbeidsmarkt. Moest het toe om het op een andere manier te organiseren. En dan
wordt dat in de tijd ook erg controversieel. Van, ik kan me nog de ziektewet demonstraties herinneren. Dus vuur het gebouw van sociale zaken. En ja, ja. Den Uyl, ik zat achter Den Uyl in de kamer. Mm-hmm. Den Uyl ging op het bordes. Aan de andere kant stond Wim Kok. Ja. Die stond door te protesteren tegen de ziektewet. Ja. Ziektewet wordt 100% vergoeding voor de eerste 3 of 4 weken. Ja. Dat wordt niet meer te handhaven. Dat moesten we gaan doen. En dat is natuurlijk dus hartstikke lastig, juist voor sociaaldemocraten. Maar goed, dus ik zoot de store in en dan geeft alles maar door. Lopen, dat mag. Minister weer uiteindelijk aan het hoofd van de universiteit. Wat je net zei, ik wil dat iedereen het goed heeft op deze wereld. Is dat Gert wat ze van toe zoet met, Chris? Ja, dat, ik denk toch, de pap had daar een enorme invloed op gehad. Dat was echt een jong van de boerderij, die het toch gans zelf had moeten maken. Op zijn 12e al naar de kostschool. Ik denk, ontzettend eenzaam, eigenlijk net zo. En dan allemaal met dat rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Katholiek, hè, dus ook secretaris van het kerkbestuur, dus erg in de kerk. En tegelijkertijd ziet het toch ook wel dat die kerk net immer groot met de lui werkt. Ziet ook zo'n Franske Domen, dat wordt toen de vakbondsleider, dat er toch wel gans veel compromissen maakt met. Daar wordt heel veel over gesproken. En ik huur dat nog in die onderstem. Mijn pap zou nooit PvdA hebben gestemd. Maar als KVP'er worden toch wel eigenlijk immer. Toch heel twijfelend of die KVP net te veel de kerk en de regenten nodig. Maar zou u dat aan om te gaan nadenken van welke kant wil ik dan op? Ja. Ja, en ook de Franciscanen, die hebben veel invloed gehad op school. Dus Armo als een meneer van leven. Ja. En met een oprechtheid naar de wereld toe. Die, ik vond dat gans inspirerend. Dus ik zag ook helemaal tegen de paters. Ik ben toen al op de middelbare school lid geworden van de PSP. En dan zag de paters, maar toen moesten we naar de KVP. En ik zag van, maar hier heb ik dat geleerd. Hè? Dus, en dat wordt dus wel een interessante confrontatie. Maar ook door, hè? Dus de wind met gehad, hè? De hoofdvertuurzuiver. De paters hebben me net gehouden. Die hebben me net van de school afgeschikt. Die, die hebben dat eigenlijk allemaal gestimuleerd. Dus dat die betrokkenheid bij de wereld. En dus het nadenken over de wereld. Die ruimte hebben ze allemaal gegeven. En dat, daar ben ik nog allemaal zeer dankbaar voor. Ja, wie hier zegt, altijd de wind met hups. Ieder mens zal ook wel eens de wind tegen hebben. Wordt hij dan 3 keer zo zwaar, de wind, als hem dan nog eens een keer tegen, Chris? Ja, ik heb dat niet dat gevoel. Ik geloof dat ik best wel eens de wind tegen heb gehad, maar ik geloof dat ik dan toch makkelijk ook weer even een zieweg insloon. Zodat de wind van een andere kant komt, dat ik misschien een omweg maak. Zelf ik ben, kunnen beïnvloeden. Ik geloof niet dat ik de. Ik geloof dat ik toch een gemakkelijk voor mezelf ben. Ja. In de zin dat ik ben het zo'n die recht tegen de wind ingeet. Wanneer ik de wind tegen me in zie komen, dan denk ik van even dimmen. Even een omweg zoeken. Maar dan bied je meer de diplomaat, dat je net ook de confrontatie opzoekt. Op de goede momenten. Ik ben wel erg geneigd om mijn doel te bereiken. Zit je er maar, al in dan al? Tegenover mensen? Ja, ik ben nog wel geloof ik wendig zaag van ik heb er een spits van. Dan zag ik hem van ik heb nou een spits van. Wie gedaan heb, maar ik heb misschien toch wel een beetje spits van het feit dat ik hem juist inderdaad ook naar lui Dex erg rechtstreeks ben geweest of hel ben geweest. Dat zag dat ik zit dan niet in de geaard. Het moet wel, maar leven niet. Ja, nou ja, de zaak heet voor het meertje. Hè. Dus ik ben in dat opzicht dan misschien wel heel rechtstreeks. En dan is het op de bal spelen, maar niet op de man wat vaak heel. Maar goed, bent de maan in de weg gesteed, dan. Dan gaat het met de sliding omhoog. Dat is absoluut, ja. Ik want voor verstelling van tevoren allemaal gaat vragen voor een paspoort. Je kind niet zonger een beuksje en een pen. Die moet je altijd bij je hebben. Ja. Zou natuurlijk een hele gemeene vraag zijn. Zit er in de binnentest aan nu?
Kijk, daar is die. Kijk, dat is, gaat hoor, ontzettend veel plezier in heb. En dat is het plezier van dus een beetje, daar zit ik ergens op een boot, dan maak ik een vugelke. Ja, ik heb het net zo daarvoor metgebracht. Ik zit ook zit bij een orgelconcert in het Gerlacherskerk en dan maak ik het prentje van. Als ik zo vries in mogen, wat is het laatste wat je hebt opgeschreven? Dat is net in dit boekje. Het laatste wat ik heb opgeschreven wordt de aantekeningen van een concert bij Musica Sacra. Wat schreef je dan op als je op zo'n concert zit? Daar schreef ik het op van dat die tonen juist wie een deerkes bij mij in de kop met een lange staart ze rondkroepen. Er wordt een glasharmonica, had nog Knoet in van Goert, de oude Knoet van Goert, vond ik niet zo bijzonder, maar ook een prachtige harp. Ja. En glas, harmonica en harp wordt ook gespeeld. Die harp wordt fantastisch en vooral de toegift wordt fantastisch van Zuid-Amerikaanse muziek. En dat schrijf je dan op en dan weken later pak je nog een keer dat beukje. Of niet, maar dekswaal. Wieveel heb je daarvan, van die beukjes dan? Honderden. Dus dozenvol. Dus ik ben nog maar een aantekenaar geweest. En soms kijk ik het terug en dan heb ik er veel plezier in. En soms ook niet. Ja. De meeste dingen heb ik toch wel 3 of 4 keer weer gezien na afloop. Ja. En soms gewoon nog wel eens even erin kijken. Terugmijmeren en herinneringen ophoren. Ja, het komt ook van verschillende plaatsen. Dus het komt van Maastricht, maar het komt ook van India. Ik heb veel gereisd om in mijn leven. Ja. En dan maak ik dan nog tekeningetjes. En dan schrijf ik korte dingen op. En van Beuk die ik lees, te maken aantekeningen. Af en toe, net verplicht. Hè? Ja. Dus maar gewoon met het zo in de kop kunt. Maar kent je dan ook drukvingen? Stel, je zegt, ik wil nog eens even... Dat is echt rondpakken en een verrassing. Ja. Wat kunt er ook. Ja. En dan zorg zo dat een beugsje af en toe dus dat het vol is. En dan begin ik aan een nieuw beugsje. Maar dan merk ik later dat het nog niet vol wordt. Dan wil ik dat wel door. Ja. 3 jaar later of zo. Ja. Maar dit is dus voor mij een ganse levensgeschiedenis die in die beugsje. Die wat erin staat, ja. Tot slot, want voor zin door onze tijd her. Als je nu dadelijk de studio hier uitgaat, wat schreef je dan in Beukske? Niks. Nee. Of misschien wel, maar dat weet ik niet. Het is niet zo dat ik dus per se dus ook ga het mot noteren. Ja, het is noteren. Niet zo'n dagboek, maar... Maar wel in het algemeen dus van het gesprek, ik vind het hartstikke leuk wie dat doet. Ook gewoon om Limburg met de Limburgers te laten leven. Waar die Limburgers natuurlijk niet alleen Limburgers zijn, maar ook Nederlander en Europeaan en wereldburger. Hè. En dat vind ik dus ook van mezelf, daarom zit ik ook heen een beetje, om voor mezelf te laten zien wie ik genoten heb van Limburg, maar juist in die grotere wereld. En wat keer van nog mooier als zo met afsluiten. Als je dat in dat beukje zet en je luistert nog eens over 10 jaar, dan heb je het prachtig. Godverdomme, bedankt. Mag ik van harte bedanken voor dit gesprek en heel veel succes in alles wat je nog doet. Bedankt. Ja, en u toe bedank ik uiteraard voor het kijken naar deze aflevering van Hoogst Persoonlijk. Volgende week zijn we er weer. Dag.